Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe februari video. Oftewel, elke schooldag een collab met een andere YouTuber. En vandaag is dat... Vera! Yay! Vera, ik moet iets opbiechten. Ik kijk geregeld naar je filmpjes. En ook al doe je make-up tutorial, het maakt me eigenlijk niet echt uit, want ik vind het gewoon gezellig om naar je video's te kijken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het zou zijn als ik jouw tutorial zou volgen. Oké. Dus ik ben heel erg vereerd dat ik hier mag zijn. En er liggen hier allerlei make-up dingen klaar. Doe maar alsof je een filmpje aan het opnemen bent. Ik speel even de kijker. En ik ga je tutorial nadoen. Oké. En dan gaan we testen hoe goed Vera eigenlijk dingen kan uitleggen. Hoe goed ik ben, oké. Ja. Nou, benieuwd. Ik voel wel een beetje die druk nu. Ja, hè? Ja. Heb je al een look in gedachten? Hoe noem je het? Nou, ik dacht eigenlijk wel een mooie draagbare look voor school. Dus een everyday school look. Ja, een beetje een everyday school look natuurlijk. Draag je wat meer. Dat is ook handig voor mij, want ik ga natuurlijk ook elke dag gewoon op school. Ja, precies. Je kan hem ook gewoon, hè, als het nu goed lukt, kan je hem gewoon op school. Let's get started. Ik begin met foundation. Ik stip die eerst even aan en die verdeel ik dan met een kwast. Stipjes. Ja. En dan pak ik een kwast, een foundation kwast, van binnen naar buiten toe. Oh. Het is foundation voor mijn huidskleur. Oh ja. Ik ben natuurlijk echt bleker dan bleek. Dus ja, jij zei, jou doet het niet heel veel goed. Ook over je ogen? Oh ja, die mag je meepakken. Je blendt er wel goed in. Ja, hè? Ja. Ik blend er goed in. Dan pak ik een concealer. En met concealer pak je nog eventjes onder de ogen. Als je wat pukkeltjes hebt, die kun je daarmee aanstippen. Je mag het wel voorzichtig doen, hè? Dan houdt om je ogen. Oh. Een beetje. Maar dat zei je niet, dus je moet... Kijk, zie je... Ja, sorry, oké. Als jij dat niet in je filmpje zegt, in je make-up tutorial, dan doen kijkers dus dit. Oké. Dus jij ziet nu wat jij zegt, wat de kijker dan doet. Dus je moet gewoon alles goed zeggen. Oké. Poeder. Je gaat het nu af. Poeder. Ik moet er gewoon duidelijk mijn punt maken, ja, oké. Nee, heel goed juist. Ik heb structuur en duidelijk. Ja, daarom dat dacht ik. Ja. Poeder. Ja. En die sweep je door de poeder heen, tik je af. En dan ga je lichtjes over je T-zone om het te matteren, omdat het vaak weer glimt. Nou, als je me nu over straat zou zien lopen, zou je dan denken... Zo, die heeft een flinke laag foundation. Ja, ik heb het, ja. Oh, oké. Okay. Maar dat is hier. Je ziet er wel een beetje gefotoshopt uit als goed. Gefotoshopt. Oké, dan gaan we verder met de wenkbrauwen. En hiervoor gebruik ik het wenkbrauwsetje van Catrice. En met een schuin afgesneden kwastje gaan we deze aanbrengen. En dan ga je eigenlijk vanaf de onderkant aan het begin een streep naar buiten zetten. Kleine strookjes. Nou. Ja. Nou. Best goed, toch? Ja, dat ziet er best goed uit. Nou. Nou, ja, hier heb ik net een... Maar de wenkbrauwen zeggen we altijd wel over zijn zusjes, geen tweelingen. Wauw, ik lijk totaal niet op mijn broer, dus dan is het nog best goed gelukt. Oké. Ja, ja, dat ziet er bij jou ook mooi uit. Voor je eerste keer. Ik ben ook echt van alles kwijt hier, oké. Oké. Kijk, vind je wel een beetje dat je chaotisch video's maakt? Zo zit het gewoon. Oogschaduw. Oogschaduw. Ja. Goeie uitleg. Nee, maar dat snap ik het wel. Die brengen we aan. Dan blijft de boel beter zitten. En dan zie je er ook niks meer van. Maar dat is ook niet de bedoeling dat je het ziet. Nou, dat is dan wel makkelijk geld verdienen voor ze. Ja, het zit erop, maar je ziet het niet. Ja, toch? Slaat wel nergens. Ja, maar nee, ik moet lachen omdat je je. Oh, ja, maar. Oh, ja, maar ik krijg stuiptrekking als ik. Zo. Echt waar, dit is beter. Voor iedereen is het niet. Toch een naked palet gemaakt, denk ik. Het is een schooldag, hè? Dus ik weet niet of naked dan heel erg geschikt is. De kleur Sin, de tweede kleur. En die breng je een beetje deppend aan. Voorzichtig. Het ziet er heel makkelijk uit. Ja, het is een lichte kleur, dus je kan er niet heel fout mee doen. Zeg maar, my oogleden wat better. Ja, inderdaad. Ja,
hele aparte techniek aan gedaan. Ik vind de lichtste kleur van de palet. En dat is die kleur Virgin. Oké. Virgin. Hoezo? Virgin. Oh, Virgin. Ja. Leuk hoor. Leuk. Komt het hoogste punt een beetje naar buiten, naar binnen toe. En in de middenste ooghoeken. Nee, maar het is wel echt, ja, je ziet er gelijk wakker eruit. Ja. Dus gelijk dat ik denk, zo, Rutger, wat zie je er goed uit vandaag. En dan pakken we een mooie lichte kleur die mat is. En dat is Naked. En die gaan we aanbrengen op het, in de arcadeboog. En daar gaan we heel voorzichtig in. Nou, als Mari van de Ven deze video ziet, dan kan hij zijn spullen wel pakken. Ja, je hebt het goed gedaan hoor. Ja. Jeetje. Ja. Oké, maar nou, nu komt de tricky part. Oh. En dat is eyeliner. Eyeliner. Ai, ai, ai. Ik gebruik de tattoo liner van Kat Von D. Kleine strookjes ook. Probeer niet in één keer. Dat is gewoon niet te doen eigenlijk. En dan kijk je naar beneden. Ja. Daar kijk je best bij. Nee, dus niet heel. Maar dit is echt heel erg moeilijk. Hoe heb je dit ooit geleerd? Jammer. Maar eyeliner is ook echt wel een van de moeilijkste dingen hoor. Oh, maar je trok hem natuurlijk zo. Oh, zo trek is hij helemaal raar. Ik ben er tevreden over. Ja, oké. Nou goed, mascara is toch wel makkelijker. Ik gebruik iets van MAC. En daar ga ik een laag van aanbrengen op mijn bovenste wimpers vanaf de aanzet. Maybe he's born with it. Ik denk hè, als ik er zo uitzie, dan word ik er nooit meer uitgestuurd. Dan wil de docent gewoon naar me blijven kijken. Ja, maar echt, je hebt echt zulke mooie wimpers. Het ziet er heel ordinair uit of zo. Ja, maar dat komt omdat je een jongen bent. Oh, misschien wel. Dan is het gewoon gek. Gaan we verder met het gezicht. Want we hebben net die poeder opgedaan, maar er kan nog meer gebruikt worden. Ik begin met bronzer. Je brengt een beetje aan en daarna vervaag je het allemaal. Ja, en dan volg je dit zijkant. Oh, ik vind het zo echt een verbetering hoor. We zien hem al aankomen zo op school. Oké, ga verder met de blush. Nou ja, wel gezellig zo. Samen tutten. Ja. Ik zie er gelijk verliefd uit. Wauw! Oké, en dan pakken we een platter kwastje. Ja. Je kan deze gebruiken. En een mooie highlighter. Oeh, ja. Gek op. Hele mooie glans. Dit is Soft and Gentle van MAC. Oh, is veel te veel. Oh. En die brengen we eigenlijk weer daar boven. Dus op het hoogste punt van je jukbeenderen. Wauw! We zijn bijna klaar. Maar omdat het een schooldag is, ik wil toch wel wat op de lippen doen. Mm-hmm. Om de make-up look af te maken. Vooral aan de binnenkant van mijn lippen. Ja. En dan vervaag ik hem met mijn vingertop naar buiten toe. Oh. Lippen over elkaar vrij zo. En dan was dat wel de make-up look. Nou, ik kan naar school hoor, jongens. Ik zie mezelf al aankomen. Ik denk. Ik moet zeggen. Ik denk dat je heel goed bent in tutorials maken. En dat je zelf zo goed bent dat het er heel erg makkelijk uitziet. Net met van die kookprogramma's. Dan denk je, oh, doe blaven. Ja. Maar dan ga je het zelf doen en dan mislukt alles. Dat gevoel heb ik nu een beetje. Nou ja, als ik het kan, deze make-up look maken, dan ga ik ervan uit dat jullie het ook kunnen. Dus als je deze everyday school look zelf hebt gemaakt, zet hem dan even op Instagram of Twitter en tag me dan eventjes in. En je hoeft natuurlijk niet de exact dezelfde producten te gebruiken. Nee, natuurlijk niet, maar gewoon een beetje dezelfde kleuren. Ja, dat is slim weer dit. Ja. Gewoon, of hierop geïnspireerd. Ja. Tag ons erin en dan kunnen we het zien. Leuk, ben benieuwd. Ja. Dan was dit de video van vandaag, maar wij hebben nog een video gemaakt, al een tijdje terug, dus mocht je die nog niet gezien hebben, kon je nu op Vera klikken. De links staat ook in de beschrijving. Wat hebben we ook weer gedaan? Dat is al een tijdje geleden. Nou ja, we hebben, als ik even, volgens mij, we hadden onze handen vastgemaakt. Dat was het! En ons nog gemaakt. Ja, dus nog een make-up challenge, die kun je op Vera de kanaal checken. Tot zover deze video, ik hoop dat je hem leuk vond. Als je hem leuk vond, doe vooral even een duimpje omhoog. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Zoals je zag was de video van vandaag niet helemaal scherp, super balen. Maar als je het eindresultaat nog even goed wil zien, check dan even mijn Instagram, dat is Rutger Vink. Daar heb ik een foto gezet van het prachtige eindresultaat. Morgen ben ik er natuurlijk weer, zo scherp als altijd. Ik zie je heel graag dan, maar tot die tijd, stay fabulous, tot morgen!